de droom was om een systeem thuis te creëren van verschillende draagbare speakers. Ja. En om goed geluid te creëren thuis, vinden wij dat je een subwoofer nodig hebt. Hi, I'm Viri. If you're looking to start up your own business like me, then it's always nice to find inspiration from others. We all know the stories of great entrepreneurs like Steve Jobs, Elon Musk and Jeff Bezos. But those stories are about one in a million and can be found all over the internet. In this series, Future Talk, I want to highlight the people who are working on their ideas and try to make it work for themselves and their community. And in this second episode, I talk with Keen's co-founder Jorn about the excitement and difficulties of starting a consumer electronics product from zero. Roll the intro. Future Talk. No, I can't tell the future. Don't know what's coming tomorrow. All I know is you're on my mind. So today I'm at Keen. It's a company founded by my friend Jorn. We've known each other for over 10 years, I guess. Yeah, definitely. And Jorn is working on his startup, on his company. Yeah. It's still a startup. Can you call it like this? Yeah, I think so. And they are making this speaker. Yep. So I will continue in Dutch because that's how we normally conversate, and it will sound much more natural. All right. Okay. Nederlands. Nederlands. Hoe is het dan? Goed. Ja. Ja. Ja, mooi. Jorn, kun je wat over jezelf vertellen en over Keen? Ik denk dat je dat beter kan dan ik. Ja, nou, ik ben dus Jorn. Hey. Hey. ik ben de creatief directeur van Keen. Mijn achtergrond is industrieel ontwerpen. Ja. Gestudeerd aan de TU Delft. Net als jij. Oh ja. Mooi. Industrieel ontwerpen, dat houdt in eigenlijk gewoon simpelweg productontwerpen. Maar dan voor de massa. Ja. Dus je leert hoe je een massaproduct kunt fabriceren. Dat heb ik gedaan in mijn studiejaren. Ik ben uiteindelijk afgestudeerd voor het bedrijf Bang & Olufsen. Nou, ik had al liefde en passie voor muziek. Ik speel zelf ook muziek. Ja. Ik speel gitaar. Ik houd heel erg van design. Mooie spullen. Nou, Bang & Olufsen doet audio in de vorm van hele mooie speakers. Ja. Dus daar wilde ik graag afstuderen, dat kon. Daar ben ik vervolgens mijn co-founder, medeoprichter tegengekomen. Bij Bang & Olufsen? Bij Bang & Olufsen, ja, correct. In Denemarken was dat, overigens. Nou ja, we woonden samen. We hadden al snel gewoon een klik in een manier van denken. Ja. Hij vond het cool wat ik deed, ik vond het cool wat hij deed. Wat hij deed is overigens akoestisch. Ingenieurschap. Ja. Dus hij weet exact hoe je een speaker moet bouwen eigenlijk, hoe je geluid moet creëren. Ja. Toen hebben we een beetje al zitten brainstormen van wat zou er beter moeten kunnen in de audiowereld. Ja. En daar hadden we zo ons idee over. Vervolgens zijn we afgestudeerd, hebben we contact gehouden, zijn we eigenlijk via Skype blijven brainstormen. Ja. Met het idee van wellicht kunnen we samen iets gaan beginnen. Ja. En even terug te komen, hoe zijn jullie op het idee gekomen om wat jullie wilden gaan doen? Dus het is een speaker uiteindelijk, ja, geworden, maar, ja, maar wisten jullie al van het moet een speaker worden of waren er andere mogelijkheden? Nou ja, we hadden natuurlijk wel een voorliefde voor audio. Mm-hmm. En ja, Florent als akoestische ingenieur wilde ook wel graag dat het een speaker zou worden. Ja. In Denemarken, toen we daar voor Bang & Olufsen zaten, we in een soort van expatwoning samen. En daar maakten we gebruik van wat Bang & Olufsen producten. Eén daarvan was een draagbare speaker. Ja. En toen zaten we al een beetje te fantaseren van hoe cool zou het zijn als je hele thuissysteem uit draagbare speakers bestaat. Zodat je eigenlijk op elk moment naar een andere kamer kan of zelfs naar buiten met, ja, je muziek. Ja. Zodat je dus niet geforceerd bent om vaak van een ander merk een draagbare speaker te moeten kopen. Om toch die flexibiliteit te hebben. Ja, met kwaliteit. Met kwaliteit. En Bang & Olufsen in hun advertenties, in hun marketing, lieten zij eigenlijk altijd hun speakers zonder bedrading zien. Ja. En dat was voor ons eigenlijk een soort van leugen. Dat zagen we ook in Facebook-advertenties of YouTube-video's. Zagen we eigenlijk vaak
commentaar van gebruikers of mogelijke gebruikers. Dat ze het toch vreemd vonden dat de advertentie dus geen kabels liet zien. En dan uiteindelijk, als ze producten uit de verpakking haalden, was er toch echt wel een kabel die in het stopcontact moest. Het is niet echt flexibel dus daarmee? Nee, waren zij dus niet echt flexibel. Ik snapte wel dat ze dat deden, want zij adverteerden wireless streaming. Ja. Maar dat betekent natuurlijk draadloos tussen gebruiker en speaker. Maar dat betekent niet draadloos tussen speaker en stopcontact. Nee, dat is wel de assumptie die je snel maakt. Ja. Door de bewoording ook, denk ik. Dus daar ontstond eigenlijk het idee. Dat zat een beetje in ons achterhoofd. We hebben nog heel veel andere ideeën de revue laten passeren. Ja. Maar die kwam toch gewoon weer omhoog toen we aan het brainstormen waren over Skype. Dus toen zijn we onderzoek gaan doen om te kijken of wij niet de enige waren die die behoefte hadden. Ja. En zo is het ontstaan eigenlijk. Want vanaf dat moment zagen we dat meerdere mensen er behoefte aan hadden. Ja. En hadden wij de motivatie om door te gaan. Ja, dus ja, uiteindelijk had je een team van drie. Hè? Ja. Jij, Florent en je broertje Stan, die nog studeerde op dat punt. Wat was voor jullie een soort van go-no-go moment van... Wat was de test en wat wilden jullie dat het graag uitkwam voor jullie gevoel? Ik denk dat go, no go moment was onze crowdfunding campagne. Waarin we echt wel, naast dat we natuurlijk financiering zochten, zochten we ook naar een bevestiging van de behoeften. Ja. We hadden daarvoor al verschillende surveys gedaan, dus echt interviews, vragenlijsten. Daaruit bleek al wel dat men toch wel op zoek was naar meer flexibiliteit in hun audiosystemen. En vervolgens zijn we die crowdfunding campagne gedaan, nadat we natuurlijk het idee hadden uitgewerkt tot een presenteerbaar idee voor crowdfunding. Ja. En vervolgens was die campagne succesvol. Daar hebben we een goede financiering mee opgehaald. Wat was toen de volgende stap in het proces? We zijn toen door gaan ontwikkelen. We bleken meer financiering nodig te hebben. Waarom had je meer nodig? Omdat hardware veel duurder is dan wij in eerste instantie hadden bedacht. Ja, op dat moment werkten we bijvoorbeeld gewoon nog met een 3D-printer en met elektronica. Dat we gewoon van bepaalde websites off the shelf haalden. Dus gewoon kant en klaar. Maar we wilden niet, dus het doel was niet alleen maar leveren aan die 300 klanten. Maar we hadden eigenlijk al direct een groter doel gesteld. Ja. En dat was, we willen na die 300 klanten ook meteen de markt kunnen voorzien van een speaker. Oftewel, we willen naar een professioneel product wat niet in elkaar zit met 3D geprinte onderdelen en standaard elektronica onderdelen. We willen het allemaal custom gaan maken. Ja, dat vereiste gewoon heel veel geld, veel meer geld. Ja. En misschien was dat achteraf niet de juiste beslissing, want we hadden denk ik veel sneller kunnen leveren als we het juist wel op die manier hadden gedaan. Ja. Maar ja, dan kun je afvragen of de gebruiker daar tevreden mee was geweest, de klant bedoel ik dan. Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag van ga je shippen en dan met de gebruiker de problemen oplossen? Ja. En ik denk dat natuurlijk wel een heel groot deel aan de manier is hoe je het communiceert. Weet je, als jij communiceert van je gaat het beste product krijgen. Voor alle ondernemers in SP werken met eigenlijk de Lean-methode. Ja. Dat betekent gewoon eigenlijk dat je constant blijft itereren. En met die gedachte zou je dus eigenlijk het liefst gewoon zo snel mogelijk een 3D geprinte speaker willen leveren bij een klant. Ja. Maar onze ambities waren veel groter. En eigenlijk hebben we daarmee die stap overgeslagen. Het betekent niet dat we alsnog in huis die testen hebben gedaan. Mm-hmm. Ja, het betekent wel dat onze klanten nu al een behoorlijke tijd zitten te wachten op een speaker. Maar goed, ze gaan dus ook wel echt een heel mooi product ontvangen straks. Dus daar zijn wij alleen maar blij mee, omdat dat toch onze droom is. Ja. Om een professioneel product te kunnen gaan leveren aan de klant en straks ook in de winkel te kunnen leggen. Ja, een van de dingen die je eventueel anders zou kunnen doen, in de start-up in ieder geval, is om eerst zo snel mogelijk het naar een klant toe te kunnen krijgen
En dan dat ook op die manier te... Ja, maar dan hangt het heel erg af van je communicatie, inderdaad. Dan zul je ze moeten vertellen dat ze een bepaalde kwaliteit krijgen van een product. Ja. En daar eigenlijk testen mee gaan doen voor jou. Om vervolgens wellicht in een later stadium een mooi product te krijgen. Ja. Maar dan zal daar hoogstwaarschijnlijk ook weer een prijs aan, aan hangen. Ik heb dat ook en ik denk heel veel mensen die kijken. Als je een idee hebt, dan wil je graag dat idee leveren. Maar vind je dan is het vaak heel moeilijk om de tussenstappen te leveren. Ja. Om daar naartoe te komen. Hè? Ja. Dus ik wil de beste video's leveren, maar dat ga ik natuurlijk nooit in één keer doen. Dus ik denk wel dat is denk ik voor mij ook iets van, uiteindelijk moeten de mensen voor betalen. Ja. En zijn dat ook degene die weer andere dingen gaan ontdekken, ja. Denk ik. Dus, ja, het is in de wereld van producten en met name elektronica, verwachten mensen toch echt wel een bepaalde kwaliteit. Ja. Dus ja, nogmaals, mocht je ze een prototype toesturen om die te gaan testen, dan zal daar een heel ander prijskaartje aan moeten zitten dan het uiteindelijke product. Ja, en wat jullie natuurlijk ook niet kunnen doen, wat een groot bedrijf heeft, Microsoft of zo, die doet dan beta-testers. Ja. Maar dat is vaak een product gewoon gratis meegeven en dan testen mensen het. Ja. Maar dat is natuurlijk ook voor jullie, het zijn ook weer kosten. Ja. Oké, okay, waar staan jullie nu op dit moment? Nou, we staan op dit moment eigenlijk aan de vooravond van massaproductie. Daar zijn we ontzettend blij mee. Om daar te komen heb je voor een elektronica product heb je certificering nodig. Ja. Wij zijn in het proces van CE certificering en FCC. Daarmee kunnen wij in Europa en Amerika verkopen. Dan voldoe je aan echt de standaarden. De standaarden van transmissies. Dus je moet binnen bepaalde normen blijven om een product te kunnen verkopen. Want er zit elektronica in met bepaalde antennes. Daar komen bepaalde stralingen vanaf. En dat moet allemaal goed voor de gezondheid alsnog zijn. Wil je een product mogen gebruiken en dus mogen verkopen. Daar zijn we dus nu mee bezig. Dat is nu bijna afgerond. In de tussentijd zijn we heel ver in ons land van productie, China. Ja. We zijn daar laatst naartoe geweest. Ik helaas niet, maar mijn collega's, mijn medeoprichters, die zijn er geweest. Die hebben de hele assemblagelijn mogen aanschouwen, mogen bekijken hoe snel het gaat nu om een product te assembleren. De langzame punten in ontdekken om dat dan weer te kunnen optimaliseren. Ja. Dus eigenlijk zodra wij het groene licht hebben van de certificeringen, kunnen we dit product gaan massa produceren. En dat zal over een aantal maanden gaan gebeuren. In de tussentijd zijn we nog druk bezig met het schrijven van software. Ja. Ja, dat is een proces wat eigenlijk ook al wel tot een einde komt. Voornamelijk voor je mobiel, hoe je dat aanstuurt. Ja, correct. Ik moet daar wel bij zeggen dat software zal altijd een onderdeel in ons bedrijf zijn en in deze speaker wat we blijven verbeteren. Dus de gebruikers die kunnen straks ook via onze app kunnen ze de speakers updaten in de firmware die door de speaker wordt gebruikt. Omdat wij gewoon aan de achterkant gewoon constant de software van de speakers aan het verbeteren zijn. En dan heb ik het met name over de slimme features. Ja, dus nogmaals, we zijn er bijna. Ja. Tof man. Als je nu terugkijkt, je hebt een crowdfunding gedaan en zou je dingen anders hebben gedaan? Als ik het nog een keer, of als ik het opnieuw had kunnen doen met de lessen die ik geleerd heb. Want dat is het natuurlijk. Kijk, je begint eigenlijk fresh out of college. Mm-hmm. Je hebt nog helemaal geen ervaring in het produceren of het ontwikkelen van een hardwareproduct. Dus je moet vallen en opstaan. Als ik het nog een keer had kunnen doen met de lessen die ik geleerd heb, had ik denk ik het product een stuk minder complex gemaakt. Ja. Het waren dus eigenlijk drie producten waar we mee bezig waren. Oftewel drie producten die afzonderlijk van elkaar gecertificeerd moesten worden. Ja. En dat is gewoon veel te ingewikkeld gebleken. Dus als ik het opnieuw zou doen, dan zou ik met een enkele speaker zijn begonnen die ik vervolgens uit zou bouwen tot eigenlijk het ecosysteem dat wij
voor ogen hebben. Ja, dus trapsgewijs steeds iets toevoegen. Ja. Om langzaamaan toe te werken naar wat je... Ja. We hebben daar in het begin wel over nagedacht, moet ik heel eerlijk bekennen. We hebben uiteindelijk besloten om wel gewoon dit systeem van satelliet en subwoofer aan te bieden. Omdat wij voor ogen hadden dat de Bluetooth-markt, dus echt de draagbare speakermarkt, extreem verzadigd is. Dus wij zagen meer kansen in de markt van audiosystemen. Ja. En ja, zoals ik al eerder aangaf, de droom was om een systeem thuis te creëren van verschillende draagbare speakers. Ja. En om goed geluid te creëren thuis, vinden wij dat je een subwoofer nodig hebt. Dus die wilden we er wel bij gaan leveren. Maar ja, dat heeft wel het hele ontwikkelingsproces extreem complex gemaakt. En dat zou ik denk ik bij het opnieuw doen, zou ik dat toch nu, kleiner ja. aan. Maar nu heb je dus wel een subwoofer en een speaker. Ja. Dus dat is sowieso, ja. Dat gaat er nu komen. Ja, en die kunnen mensen dus afzonderlijk van elkaar kopen, maar ook als pakket. Dus je kunt een stereo systeem kopen van twee satellietspeakers en een subwoofer. Maar je kunt ook een surround sound systeem kopen van 5 satellieten en een subwoofer. En dan kun je alsnog zeggen van ik maak er een stereo systeem van in de woonkamer. En zo nu en dan trek ik er de rest van de satellieten bij om er een surround sound systeem van te maken. En elke afzonderlijke satellietspeaker kun je mee naar buiten nemen. Ja. Jullie hebben een crowdfunding campagne gedaan. Zou je dat anderen aanraden die een product willen ontwikkelen? Ja, crowdfunding is over de jaren veranderd, voor mijn gevoel. Vandaag de dag lijkt het erop dat crowdfunding toch meer gewoon een retail platform is. Dus mensen verwachten gewoon, als ik een product koop op crowdfunding, dan is het er over 3 maanden. Ja. Bij wijze van. Ja. Dat je een soort van pre-order plaatst. Eigenlijk een pre-order die dan niet heel veel later toch wel gewoon op je deurmat verschijnt. Heb je nog één laatste les voor de kijker die graag een idee heeft, die heeft een idee, die wil graag ondernemen of die wil het gewoon uitproberen, een tip. Tip van Jorn. Ik zou zeggen, probeer het op zijn minst. Geef de kans. Het is vallen en opstaan. Dus, en daar leer je gewoon ontzettend veel van. Je kunt natuurlijk eerst beginnen bij een bedrijf om daar ervaring op te doen. Op een gegeven moment moet je gewoon de knoop doorhakken en ervoor gaan. Als je dan een methode zoals de Lean methode toepast, waarin je gewoon veel itereert, veel test, dan heb je al snel door of jouw idee, of het überhaupt zin heeft om ermee door te gaan en of het succesvol kan gaan worden of niet. En ja, hoe sneller je dat door hebt, hoe sneller je ook weer de beslissing kunt maken om te stoppen met ondernemen of juist met iets anders te beginnen. Maar juist door gewoon te gaan ondernemen, door te gaan uitproberen, dat is wel het voor je gevoel, heb je daar het meest van geleerd. Ja, ik denk dat ik en het hele team ontzettend in gegroeid is. Ontzettend veel geleerd. De fouten die wij hebben gemaakt, die maken we nu niet meer. Ontwikkeling voor mijn gevoel gaat nu een stuk sneller. Ik denk dus als wij een volgend product gaan maken, gaan we dat ook veel sneller doen dan we dat voor dit product hebben gedaan. Je bouwt ontzettend veel ervaring op door gewoon maar eigenlijk te falen, zo nu en dan. Nou, vallen en opstaan, trial by error. Laten we daarmee afsluiten. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Mooi.